Welkom bij een nieuwe vlog. In deze vlog bezoeken we een bijzondere abdij in Jumièges. We bezoeken Honfleur, een pittoreske stad met een sfeervolle oude haven, oude huizen en ambachtelijke winkels. We gaan naar het indrukwekkende Normandy American Cemetery and Memorial, een begraafplaats voor Amerikaanse soldaten die zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tenslotte bezoeken we Point du Hoc, een punt waar de Duitsers met bunkers en kanonnen de kustlijn verdedigden en waar op die day de Amerikanen de Duitsers uitschakelden. We'll take you with us to explore in the north surrounded by the fjords, collecting adventures. We zijn aangekomen in, we hebben het net geoefend, Jumièges. En hier zo achter ons is de abdij, een ruïne eigenlijk van de abdij. Wat precies het verhaal is, weten we nog niet, gaan we ontdekken. We staan nu op een camperplek, een gratis camperplek. Die zit daar echt, wat is het, 150 meter vandaan of zo? Voel je lelijk. Ja, dat wel. Maar wel gemoedelijk op zich. Je kijkt uit op de ganzen en de boerderij en de hooibergen. Beter dan waar we hiervoor stonden met die enorme kermis. En we gaan zo eens eventjes naar de abdij lopen en kijken wat het is. Hallo. Heb je er zin in? Zeker. Ik ben benieuwd. En kijk. Heb jij er zin in? Ja, ik heb vooral zin in een speeltuin. Die zit er namelijk bij. Ja, en Seb? Ik ben benieuwd. Het ziet er erg tof uit. Ben je aan het doen? Wacht tot hij open gaat. En hoe laat gaat hij open? 2:30. En we stonden er om 2:50 al. Want de kinderen die waren heel snel klaar in de speeltuin, wat ik snap. Het was niks. Ja. En dan zijn te wachten. Totdat deze deur open gaat. Nou, we zijn binnen. Het is best een indrukwekkend bouwsel. En voor een ruïne ziet hij er echt nog wel heel mooi uit. Wel leuk. We gaan jullie weer meenemen.
Nou, we hebben het rondje gedaan. Wat vond je ervan? Ja, tof. Het is een tof bouwwerk en hij komt al uit de 7e eeuw. Dus dan vraag ik me af, hoe hebben ze dat gedaan? Heel indrukwekkend. Het is echt mega hoog. Ja. En ja, tof. Goeie vibe. Leuk. Ja. Maar nu gaan we door naar de volgende plek in Honfleur. Honfleur. Ja, langs de kust. Eindelijk naar de kust weer. We houden van. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zijn aanbeland in Honfleur. Het is nu 3:30 of 4:00 of zo, ik weet niet precies. En we hebben boodschapjes gedaan. Dus het was aan het regen toen we aankwamen. En nu komt het zonnetje een beetje door. Het waait wel echt heel hard. Het waait ik heel hoop hard. Dat we te verstaan zijn. Als het goed is wel. Dus daarvoor hebben we deze. Ik heb een goede microfoon op, maar je weet het niet. Nee. Dus we gaan nu even het stadje even bekijken. Honfleur heeft zo'n 7000 inwoners. Al in de tijd van de Romeinen werd geschreven over het bestaan van Honfleur. In de middeleeuwen was Honfleur een belangrijke transithaven tussen Frankrijk en Engeland. En later was het een belangrijke strategische positie in diverse oorlogen met Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsnapte Honfleur grotendeels aan het oorlogsgeweld en bombardementen. De Sint-Catharinekerk dateert uit de 15e eeuw en is nu de grootste houten kerk van Frankrijk. De oorspronkelijke kerk werd tijdens de 100-jarige oorlog vernield. De kerk toont gelijkenissen met de staafkerken die je in Noorwegen veel ziet. Waar zijn die jongens precies mee bezig? Een intuïtieve kleuropdracht. Tekenopdracht. En wat is de bedoeling? Wat zijn jullie aan het doen? Katten aantekenen. Zometeen gaan we verven. Ze hebben eerst allemaal fantasiekatten getekend. Kijk. 10 minuten lang. En we moesten er dan 2 uitzoeken. En dan 2 uitzoeken die het mooist vindt. En die gingen ze natekenen. En die gaan ze strakjes met dit krijt met verf maken. Tenminste, ja, je kan verf maken van dit krijt. Vanaf de camperplaats hadden we zicht op de Pont de Normandie, vertaald de Brug van Normandië. De tolbrug ligt op de plaats waar de Seine in het kanaal uitmondt en hij verbindt La Havre en Honfleur met elkaar. De brug is met een totale lengte van 2143 meter de langste in zijn soort in Europa. De brug is na een bouwtijd van 7 jaar in januari 1995 geopend.
dan is het tijd om Naturospace Honfleur te bezoeken. Het is een tropische kas van 1000 vierkante meter. De kas trekt jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers. Jaarlijks worden hier 15.000 vlinders geboren en wij mochten er ook eentje meemaken. Ik heb dus gelezen dat Honfleur een piratenstad is, maar behalve deze winkel heb ik daar nog eigenlijk weinig van gezien. Honfleur is behoorlijk toeristisch en er zijn veel ambachtelijke winkels te vinden met delicatessen, handgemaakte zeep, kunst, antiek, slijterijen en ga zo maar door. Honfleur. Heel leuk. Leuke stad. Een beetje Harry Potter-achtig. Weg is weg. Ja, zeker als je al die winkeltjes inderdaad in de winkelstraten allemaal lekker smal. Ja. En dan van die lekker kneuterige dingetjes. Snoepjes overal. Veel ambachtswinkeltjes. Heel veel kunst. Ja. Ja, echt een mooie stad. Wel leuk. Ja. We hebben heel nu veel chocolaterieën. We hebben nu dan 2 dagen gedaan, maar je zou het in 1 dag gewoon kunnen doen allemaal. Het is verder niet super veel te beleven. Ja. Maar, nou ja, als je rustig aan wilt doen, kan je je best 2 dagen vullen. Wij wilden het ook rustig aan doen, dus voor ons was het prima. Ja. Zeker een aanrader. Als je in de buurt bent, gewoon gaan. Ja, leuk. Camperplek is ook prima. Ja, 12 eurotjes. Met alles erbij. Wel betalen per 24 uur, dus dat is een beetje jammer. Als je ietsje te laat bent, dan betaal je meteen 30 euro. Maar goed. Als het een beetje plant, als je dat van tevoren weet, dan komt het helemaal goed. Ja. Zo, goedemiddag. Nou, we zijn aanbeland bij de American Cemetery bij Omaha Beach. Hier zijn heel veel soldaten gesneuveld. We staan hier op een
speciale plek voor campers, behoorlijk groot. Maar het is vrij rustig, het is ook niet al te lekker weer. De Normandy American Cemetery and Memorial is een Amerikaanse militaire begraafplaats en monument ter nagedachtenis aan de Amerikaanse soldaten die sneuvelden bij de landing in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats is 3500 vierkante meter en er liggen 9387 soldaten begraven. Frankrijk heeft een stuk land waar de begraafplaats zich bevindt toegekend aan de Verenigde Staten. Tot op de dag van vandaag is dit stuk Frans grondgebied in leengebruik bij de Amerikaanse overheid. Het gedenkteken omvat een halfcirkelvormige zuilengalerij, wederzijds begrensd door een overkapping met landkaarten en een 7 meter hoog bronzen beeld in het midden. Op de binnenmuren van de overkapping zijn kaarten gegraveerd met daarop de landingen op de kusten en de luchtoperaties. De tuin van de vermisten bevindt zich achter het gedenkteken. De halve cirkelvormige muur bevat de namen van de 1557 vermisten in de regio waarvan de stoffelijke resten niet zijn gevonden of positief geïdentificeerd zijn. Goedemorgen. Nou, het is vandaag heel de dag aan het regenen. Dus we hebben eigenlijk besloten om vandaag even rustig aan te doen. Even een dagje camper. Spelletjes spelen. Muziek maken. Ontspannen. Wat hebben we nog meer? Puzzelen, tekenen, creatief doen. Ik ben het elfjesclubhuis aan het natekenen. Seb is het elfjesclubhuis aan het natekenen. Voor mama. En Kai is nu lekker aan het jammen. Ben doen, Kim? Droomvanger aan het maken. Eindelijk aan het afmaken, hè? Ja. Daarachter zie je er al eentje hangen. Die zo moet hij ongeveer gaan worden. Ja, die heeft mama ook zelf gemaakt. En we hebben er ook eentje met oma gemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Goedemorgen. We gaan zo meteen naar de bunkers. Naar de bunkers. Point du Hoc heet het. Een verdedigingslinie van de Duitsers. Het is ook echt zo'n landpunt de zee in. We hebben de afgelopen weekend hebben we op een boerderij gestaan. Ik had vooraf mailcontact gehad met de boer, in eerste instantie in het Engels, maar hij reageerde in het Frans, dus ik heb via de translate ook in het Frans teruggemaild. Toen we hier aankwamen zagen we niemand, dus we zijn maar gewoon ergens gaan staan. Ik
En we wisten niet welke deur we moesten hebben. Dus ik heb ze ook nog een mailtje gestuurd met de vraag waar moeten we zijn om in te checken. Daar is geen antwoord op gekomen. We hebben niks, niemand gezien. Dus we gaan nu weer en we schuiven wel ergens het geld onder een deur door. Nou, we staan hier geparkeerd. De parkeerplaats. Je staat verboden voor honden sowieso. En tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends mag je hier niet kamperen. Het mag niet overnachten, dat is duidelijk. Maar goed. Heb je er zin in? Ja! Nou, ja, ben benieuwd. We staan nu op Point du Hoc zelf en hier zie je dus een hele grote, kijk als ik zo ga staan, een soort van krater. Door en, een kogel. Ja, door de bommen die gegooid zijn. En je ziet hier overal, hier, maar daarachter, hier zie je er ook nog een en hier achter mij ook een heleboel. Hier achter mij zie je uit de punt, daarom heet het ook Point du Hoc, omdat het in een punt loopt. Je ziet die kliffen, die zijn ongeveer 30 meter hoog. En ze zijn uiteindelijk met boten vanuit de zee hier aangekomen. En met touwladders hebben ze de kliffen overwonnen. En zo zijn ze hier uiteindelijk aan land gekomen. Wat ook wel grappig was om te zien was dat nadat de Canadezen en de Britten hier aan land zijn gekomen, hadden ze vlaggen bij zich. Dus op het moment dat ze dan deze bunker hadden ingenomen, zetten ze die vlag neer, zodat het luchtgeschut kon zien. Het staat hier een beetje water. Dat ze die niet meer hoefden te bombarderen. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze vlog. Vond je het een leuke vlog? Geef dan een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Druk dan op de abonneerknop en druk op het belletje zodat je niets hoeft te missen. Tot volgende week!